Ajax onder 14 speelt de Noord-Hollandse derby tegen AZ dus. En Ajax onder 14 is toch redelijk moeizaam aan het seizoen begonnen. Pas één keer gewonnen. En hier komen ze al heel vroeg op achterstand. Binnen 2 minuten het doelpunt is van Jaden Adai. Opnieuw dus een slecht begin voor Ajax onder 14. En hier komt AZ alweer nog altijd heel vroeg in de wedstrijd. Weer is daar Adai. Adai nu met de voorzet en daar is het al 0-2. Het is Anthony Smits die hem binnenloopt. En zo staat Ajax onder 14 al heel vroeg op een ruime achterstand. Maar hier wordt Noah Gesser neergelegd en krijgt Ajax een strafschop. Nog altijd vroeg in de wedstrijd, nog geen kwartier gespeeld. En Noah Gesser legt zelf aan vanaf 11 meter. De aanloop is rustig. De penalty is hard en koel ingeschoten. En zo is daar de aansluitingstreffer van Noah Gesser. En zit Ajax dus meteen weer in de wedstrijd. Prachtig weer op de toekomst. Half oktober. Maar hier is al meteen weer AZ. Het is 1 minuut na het doelpunt van Gesser. En het is weer Anthony Smits. En via de binnenkant van de paal zorgt hij dat de marge weer 2 is. Een razendsnel antwoord van de bezoekers. En dus moet Ajax weer. Het is een spektakelstuk op de toekomst. Want hier wordt het 2-3. Weer Noah Gesser. Weer met de aansluitingstreffer. En Ajax weer terug in de wedstrijd. Veel doelpunten in de eerste helft. En na rust zal het niet veel anders zijn. Goeie steekbal. Daar is weer Adai. De beste speler in deze wedstrijd. En Adai maakt ook zijn tweede. En zo wordt het 2-4. En dan denk je dat het langzamerhand toch wel gespeeld is. Maar Ajax toont wel veerkracht in deze wedstrijd. Goede actie hier van Xavi Woudstra. Daar is de voorzet en die wordt er in één keer ingeschoten. Het doelpunt is van Olaf Gorter. En zo maakt Ajax weer de aansluitingstreffer. 3-4, maar dan hier verkeerd timen. En daar is weer Adai. Adai en doet het nu heel mooi over Roy Steur heen. En zo loopt AZ elke keer weer weg als Ajax terug in de wedstrijd komt. En is het inmiddels al 3-5. En dan vlak voor het einde van de wedstrijd wordt het ook nog 3-6. En weer is het een mooie goal. Dit keer is het Pepe Buceta die scoort. En hij bepaalt de 3-6 eindstand. Een nederlaag voor Ajax onder 14 in een spectaculaire Noord-Hollandse derby.